Goedemorgen, ik wil je graag van harte welkom heten bij onze eerste op locatiekeuring. Deze zal plaatsvinden bij Stal de Merske. We hebben vandaag 8 driejarigen en 1 vierjarige voor de stamboekopname. Deze paarden zijn nog niet eerder in het stamboek opgenomen en maken hiervoor nu kans. We hebben daarnaast 4 gaatverhogers. Deze zijn al in het stamboek opgenomen en kunnen eventueel ster worden. We hebben vandaag 3 uitvallers, dus zijn nummer 7, 12 en nummer 16. We hebben vandaag Corrie Terpstra en Jan Hellings in de baan als inspecteur en als jury. En dan wou ik ze heel veel plezier wensen en jullie ook veel kijkplezier. Good morning. Hello everyone. I wanted to give you a warm welcome today on the first location inspection for this year. We are at Stal de Merske and we have 2 judges today, 2 inspectors, Corrie Terpstra and Jan Hellings. We've got 4 of 8 horses today for the provisional in stud book and 4 horses already in the stud book and that are going for a grade. I want to give you a nice day and have a lot of fun. Thank you. Thank you.
hier bij de uitslag van nummer 1, een vierjarige veulenboekmerrie. Een merrie met een hele jeugdige opdruk, voldoende edel in het hoofd, ook met goede lengte in de hals. Met een mooie schouder, ook een goede sterke bovenlijn en voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is droog. Het paard heeft een voldoende voorbeenlengte, ook goede hoeven. De stap is voldoende takmatig, maar zou toch iets meer lengte in de pas kunnen tonen. De draf is goed met veel buiging in het achterbeen en ook veel kracht, waarbij het paard ook een goed bovenlijngebruik laat zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. De stokmaat van deze merrie is 1,64 meter. The result of number 1, Doe van de Marrewijk, height at Withers is 164. A 4-year-old full bookmare with a lot of youth, a noble head, a long vertical neck, with a good upper line, clean and dry legs. The walk is regular, but he could show more length in the strides. In trot, this mare is good with a lot of bending in the hock. The result is a star mare with a second premium. Stop
De uitslag van nummer 2. Nummer 2 heeft een schofthoogte van 1,64 meter. Het is een hele mooi rassig paard. Ook een langgelijnd jeugdig paard met een lange hals waar een goede schouder in ligt. Met een voldoende bovenlijn waarbij we de rug wel iets, graag iets sterker willen zien. Paard met vele lengte in het kruis. Ook bijna horizontaal gebouwd met een voldoende voorbeenlengte. De stap is taktmatig. Als hij in ontspanning komt, maakt hij ook voldoende ruimte en laat hij in stap ook voldoende lichaamsgebruik zien. Paard heeft een goede draf met een goede buiging in het achterbeen. Zou nog iets meer oprichting kunnen tonen in draf. Maar vanwege het goede rastype en de goede stap en draf wordt het een stermerrie met een eerste premie. The result of number 2, height at withers is 164. A long-lined horse with a lot of youth, a long neck and a good long shoulder. His back can be a little stronger, there's a lot of length in his croup. The legs are clean, the walk is regular, and in trot he's trotting with a good bending in the hock. The result of this mare is a star mare with a first premium. Height at withers is 164.
Hierbij de toelichting bij paard nummer 3, Imke Maaike van de Hofstad. Schofthoogte is 1,62 meter. Paard met een voldoende rasuitstraling die in zijn hoofd wel iets edeler kan. Ook zien we graag een iets lichtere hoofd-halsaansluiting. Ook de hals kan toch iets meer lengte tonen. Paard met een strakke bovenlijn, zowel in de rug als in de lendenen. In het kruis zien we liever iets minder hellend en mist ook iets lengte. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit, is iets gehoekt in het achterbeen. In stap is hij voldoende takmatig en ruim. In draf laat hij in het achterbeen voldoende buiging zien, maar zou een iets dragender achterbeen kunnen tonen. En zowel in stap als in draf zou hij ook in beide gangen het voorbeen iets ruimer weg kunnen zetten. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The results of number 3, Imke Maaike van de Hofstad. Height at Withers is 162. A horse with a sufficient racial type. The head-neck connection is a little bit heavy, has a little bit of short neck, but sufficient vertical. His upper line is good. Is a little bit sloping in the croup. The walk is sufficient and regular. In trot, he shows sufficient bending in the hock. But his foreleg could be show more room. The result is she's taken in the stud book with a third premium. Thank you.
De uitslag van nummer 4, Guusje de Bel. Deze merrie heeft een schofthoogte van 1,62 meter. Een jeugdige merrie met ook een goede rasuitstraling. Is edel in het hoofd. Heeft een voldoende lichte hoofd-halsaansluiting met een mooie lange hals. Ook een goede schouder. Is goed aangesloten in de bovenlijn. Iets strak op de lenden. Merrie heeft een heel veel lengte in het kruis. Het beenwerk, Merrie heeft verder goede hoeven. Het beenwerk is hard.
is achter wel heel week gekoot. In stap laat deze merrie voldoende takt zien. Zou iets resoluter door moeten stappen, maar is voldoende takmatig en sluit goed aan. De draf maakt voldoende ruimte, heeft ook een goede buiging in het achterbeen. Maar zou in de draf toch iets meer oprichting kunnen tonen, dus iets meer bergop draven. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En volgende staat deze merrie in de weg om een stermerrie te worden. En dat is de afloop van het voorbeen. Voor is erg toontredend en de weekgekoodheid in het achterbeen. The result of number 4. It's a mare with a nice racial type. She could be built a little bit more uphill, has a noble head, light head neck connection with a long neck and a strong upper line and a very long croup. The legs are clean, the walk is regular, and she could show a little more power in the strides. The trot is with good length and good bending in the hock, but she could show a little more uphill trot. This mare is taken in the stud book with a third premium because we have some remarks about the towing in of the left front leg. So she's taken in the stud book with a third premium. Her height at withers is 162. Thank you.
de uitslag van nummer 5, Hendrika van Zuvelstjelpke. Deze merrie heeft een schofthoogte van 1,63 meter. Het is een langgelijnde merrie met veel jeugd, die ook veel lengte in de hals heeft, ook met een goede voorbeenlengte. Zou nog iets edeler in het hoofd kunnen, maar heeft ook voldoende behang. Een merrie met een sterke bovenlijn. Het kruisen zouden we graag iets minder hellend zien. Het beenwerk is droog en verder ook correct gesteld. Zouden graag toch wel zien dat hij iets royaler hoeven heeft. De stap is takmatig met voldoende ruimte. In draf laat hij veel ruimte zien. Met een goede buiging in het achterbeen, ook voldoende opwaarts. Zou nog iets meer ruggebruik kunnen laten zien in draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 5, height at withers is 163. It's a long-lined youthful mare with a long neck and a long foreleg. The head could be a little bit more noble. She has a good upper line, a sloping croup. The legs are clean. In walk, she's regular with a sufficient length in the strides. In trot, she has a good long strides with good bending in the hock. We would like to see a little bit more use of her upper line in the trot. But overall, she's accepted in the stud book and star with a second premium. Height at withers is 163.
De uitslag van nummer 6, Hester Lauwers. Merrie heeft een schofthoogte van 1,63 meter. En Merrie die iets driedelig aandoet, ook in zijn bouw wat meer opwaarts gebouwd kan zijn. Iets lichter in zijn hoofd-halsaansluitingen kan. Mist ook wat lengte in de hals. Bovenlijn is zwak, moet beter aansluiten in zowel rug als lendenen. Ook mist deze merrie toch wel een beetje de lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Is voor iets onderstandig, maar wel met hele goede hoeven. Dus zowel de stap als de draf moet meer kwaliteit laten zien. In draf draaft deze merrie met een vrij hoog tempo. Ook op de voorhand met een duwend achterbeen. In stap zien we wel voldoende ruimte, maar zou die toch iets krachtiger aan kunnen stappen. Ook de afloop van het voorbeen voor is erg toontredend. Al met al wordt deze merrie opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 6, Hester Lauwers. Height at Withers is 1.63. It's a mare with a sufficient racial type, but she can have more length in the neck. Also the upper line can be stronger. She has a very sloping croup. The legs are clean. And the hooves are very good. In walk, she should show more power and more length in stride. And in trot, she trots with too high rhythm, and she should lift up her body more and should show more power in her stride. This mare is taken in the stud book without a premium.
Nummer 8 is een hele langgelijnde, grote, ramige merrie die qua uitstraling nog wel iets jeugdiger kan. Ook zien we graag een iets edeler hoofd. Merrie heeft een goed schuin liggend schouder met een sterke bovenlijn, ook met veel lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, heeft wel een iets hol voorbeen. Ook zouden we graag de hoeven toch iets royaler zien. Deze merrie stapt wel met takt, maar zou iets meer lengte in de pas laten zien. Zou daarbij ook iets meer de bovenlijn los moeten laten in stap. Dit zien we eigenlijk ook terug in de draf. Merrie maakt wel veel ruimte in draf, maar valt daarbij iets uit elkaar. Mist daarbij ook toch wat het teruggebruik en de balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 8. Hanna van Inger Marienlund. Height at Withers is 1.64. It's a long-lined mare. Could be a little more youthful. Has a sufficient noble head, a good shoulder, a very strong upper line, and much length in the croup. She has clean legs. Hooves can be a little more bigger. The walk is sufficient. The trot is all so sufficient, but must show more balance. Her result, as she is, she's taken in the stud book with a third premium. Thank you.
De uitslag van nummer 9, Grietje van de Oosterein. Merrie heeft een stokmaat van 1,65 meter. Het is een luxe merrie met veel rasuitstraling. Die in zijn bouw wel iets opwaartser gebouwd kan zijn. Ook iets meer voorbeenlengte kan hebben. Verder een edelhoofd met een mooie lange hals. Ook een schouder met voldoende lengte. Ook goed aangesloten bovenlijn. Is misschien nog iets hellend in het kruis. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit, is droog. In de hoeven zouden we hem graag iets royaler zien. Is ook vrij stijl gekoot in het voorbeen. In de stap laat hij een voldoende regelmaat zien. Maar zou iets meer lossigheid in het lijf kunnen tonen. Zou ook iets meer lengte in de pas kunnen maken. In draf laat deze merrie een voldoende achterbeentechniek zien met voldoende buiging, waarbij de schenkel goed onder het lichaam wordt gebracht. Maar we zouden toch ook in draf nog wel iets meer oprichting willen zien vanwege het goede rastype, de verder correcte bouw en de goede techniek in de draf, wordt deze merrie vandaag stamboekster met een tweede premie. The result of number 9, Grietje van de Oosterein, height at withers is 165. It's a mare with a good racial type. She could show a little more length in her forelegs. She has a long neck and a good upper line. A little bit of sloping croup. The legs are clean. In walk she's regular, it's sufficient, and in trot she shows a good technique at the hind leg, but she could rise a little bit more in the front. But because of the good racial type and the good technique in the trot, she becomes today a studbook star with a second premium. Thank you.
De uitslag van nummer 10, Grietje Lauwers. Merrie heeft een schofthoogte van 1,61 meter. Een merrie die wat royaler gelijnd kan, die toch iets beknopt aandoet, ook iets meer jeugd kan uitstralen. Zou in de hoofd-halsaansluiting iets lichter kunnen. Heeft wel een goed gestelde, verticaal gestelde hals, waar we graag iets meer lengte in wouden zien. Met een goed schouder, ook een correcte bovenlijn en voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is iets hol in het voorbeen, ook iets stijl gekoot voor. De stap is vlot en correct met een goede regelmaat. In draf loopt deze merrie iets met een te hoog tempo, heeft wel een voldoende buiging in het achterbeen, maar komt door het hoge tempo ook niet tot rijzen in het front. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 10, Grietje Lauwers, height at Withers is 161. A mare with a sufficient racial type, lots of feathers. She could be a little bit more long-lined in her conformation. The head-neck connection is a little heavy. She could have a little more length in her neck. She has a good shoulder, a good upper line, and sufficient length in the croup. The legs are dry, the walk is sufficient and regular. In trot, she shows sufficient bending in the hock, but she should show more rising in the front. The result is she's taken in the stud book with a third premium.
merrie is hoog draaien. De uitslag van nummer 11 is een 6-jarige Norbert merrie. Een langgelijnde merrie die in de voorbeen wel iets lengte mist. Dus we zouden graag een iets langere voorbeen willen zien. Is ook iets onderstandig in het voorbeen. Een merrie met een voldoende halslengte die iets meer nek mocht hebben, maar ook met een goede en voldoende sterke bovenlijn. Is iets hellend in het kruis, maar wel met een voldoende kruislengte. Heeft royale hoeven, is, het beenwerk is van voldoende kwaliteit, ook voldoende droog. Is achter iets week gekoot. Merrie stapt met veel ruimte, ook met een voldoende kracht en ook lossigheid in het lijf. In draf laat deze merrie wel veel kracht zien, veel buiging in het achterbeen. Zou daarbij het achterbeen wel iets verder onder de massa kunnen zetten, ook iets meer ruggebruik tonen, maar wel met een goede techniek in het achterbeen. Deze merrie heeft ook een goede IBOP-test gelopen met 79 punten. Vandaag wordt deze merrie dan ook sterfverklaard met een tweede premie. The result of number 11, it's a 6-year-old mare, the sire is Norbert. It's a long-lined mare, but she could have a little bit more length in her forelegs. She has a long neck, the pole of the neck is short, she has a good upper line, a sloping croup with sufficient length. The legs are sufficient. The walk is with long strides and sufficient power. In trot, she shows a good bending of the hock, but she should show a more carrying hind leg. This mare has also done good IBOP testing of 79 points. And today, this mare is declared star with a second premium.
Nummer 13, Berber van de Herdershoeve. 5 jaar, heeft een schofthoogte van 1,64 meter. Berber is een iets gerekte merrie die we graag iets opwaartser gebouwd willen zien. Wel met een hele vriendelijke rasuitstraling, veel behang, ook een goed gevormde hals. In de rug zouden we de aansluiting graag iets sterker zien. In de lenden is de aansluiting sterk, heeft een voldoende lang kruis wat wel iets hellend is. Het beenwerk zou toch iets meer kwaliteit kunnen hebben. Met name de spronggewrichten zouden iets droger kunnen. Ook is de merrie vrij kort gekoot en is iets gehoekt in het achterbeen. In de draf waardeert deze merrie zich op. Laat een goede draf zien met een goede techniek in het achterbeen. Veel buiging en een dragend achterbeen, ook met voldoende oprichting. Echter in de stap is de merrie vrij kort afgepast, moet meer lengte in de passen laten zien, ook meer ruggebruik laten zien. Deze merrie wordt vandaag stamboek met een derde premie en dit is vanwege de kwaliteit van het beenwerk en de beperktheid van de stap. The result of number 13. Berber van de Herdershoeve, height at withers is 164, she's 5 years old. A mare with a good racial type, with a sufficient conformation, also a good neck, and sufficient length in the croup, but the croup is sloping. The legs can be cleaner in trot. She's trotting good with a good use of her hind leg and much bending in the hock. But the walk is short. She should show more length in the strides. So today for her it's a third premium stud book.
De uitslag van nummer 14 is een vierjarige merrie met een schofthoogte van 1,61 meter. Is een merrie die in zijn bouw driedelig aandoet. Merrie met wel heel veel front en mooie veel lengte ook in de hals. Merrie mist over het algemeen qua opdruk de jeugdigheid wat. Het is een merrie die voornamelijk in de bovenlijn het laat zitten met heel weinig aansluiting op de lendenen. Ook een heel hoog en hellend kruis laat zien. Merrie is in het beenwerk droog. Heeft een iets hal voorbeen en ook is iets gehoekt in het achterbeen. Merrie laat in stap veel ruimte zien, ook met voldoende buiging in het sprong en een voldoende ruggebruik. In draf laat deze merrie ook veel techniek zien met een goed achterbeengebruik en veel schakelend vermogen, ook met een voldoende balans. Deze merrie blijft vandaag stamboek met een derde premie en dat zit voornamelijk op de aansluitingen in de bovenlijn. Die moeten sterker voor een vierjarige merrie. De result of number 14, AVV, height at width is 1,61. Een merrie with a sufficient racial type, has a good front, a long vertical neck. In the upper line, this mare must be stronger, especially on the loins, has a high and sloping croup. The legs are clean. She's a little bit sickle-hocked in her hind legs. She has a good walk with long strides and she has a good powerful trot with a good bending in the hock. Today she stays in the stud book with a third premium because of her weakness in the upper line.
De laatste merrie van deze keuring is nummer 15, Feikje van Suvelstjelpke. De vader is Tjalle, de moeder is een stermerrie van Taille. Schofthoogte is 1,62 meter. Feikje is wel een evenredig gebouwde merrie met een iets lang hoofd, wel met een goede lichte hoofd-halsaansluiting, ook met een lange hals die voldoende verticaal gesteld is. In de schouder is ze iets stijl. Merrie heeft een voldoende gesloten bovenlij met sterke lendenen. Ze heeft ook een recht kruis waar we toch wel misschien iets meer lengte in willen zien. Merrie beschikt over fijn en droog beenwerk, ook goede hoeven. De afloop van het voorbeen is correct. En de draf laat deze merrie voldoende techniek zien, loopt daarbij wel iets op de voorhand. De stap is voor een primering van deze merrie vandaag de beperkende factor. In stap moet deze merrie gewoon meer regelmaat laten zien. Trekt daarbij ook het linker achterbeen hoger op. Dus de stap is de beperking voor een primering voor deze merrie vandaag. Dus wat blijft in het stamboek zonder premie. De laatste mare on this judging is number 15, Feikje van Suvelstjelpke. De sire is Tjalle. De mare is a startbook star mare sired by Taille. She has a height at withers is 162. It's a mare with a good racial type, a long head and a light head neck connection with a long neck. Sufficient vertical. She has a strong upper line, especially on the loins. She has a straight croup. The legwork is clean with good hooves. The trot is sufficient with sufficient bending, but could be more uphill. And the walk is at this moment irregular. She's taken in the stud book without a premium. We krijgen nu terug in de ring de eerste premiemerrie, dat is nummer 2. Ze heeft in het begin van de keuring vanmorgen een eerste premie gekregen. We doen nu een tweede beoordeling van deze merrie. Daarvan zullen de resultaten niet aan u kenbaar gemaakt worden. Die schrijven wij zelf op en maken voor onszelf daar ook een verslag van. Want mocht door de corona en de beperkende maatregelen de centrale keuring niet doorgaan, dan krijgt deze merrie daarvan nog de uitslag en kan ze dus nog voorlopig kroon worden. Gaat de centrale keuring gewoon door, heeft deze merrie met haar eerste premie daarvoor een uitnodiging gehad bij deze. En als de centrale keuring doorgaat, zal ze daar gekeurd worden voor voorlopig kroon.
Dit was de laatste merrie van deze keuring. We willen de familie Akkema bedanken voor de ontvangst hier en de prettige en vlotte samenwerking. Ik wil ook Jan Hellingsen bedanken als collega jurylid. We hebben prettig gekeurd. We hopen u terug te zien op de volgende livestream. Also for our viewers from abroad, this was the last mare of this judging. We want to thank the family Akkema for the good working together with us, and we hope to see you at the next live stream. So goodbye until then.